Alsjeblieft. Waarom zit jij hier? Om te praten over meneer Arijs. Over welke goede daden dat hij allemaal doet voor onze leerlingen. Niet alleen bij het lesgeven, maar ook zoals persoon zijnde. Dat is zo, ja, dat hij overleden is in mijn ogen. Ja. Je kunt eigenlijk echt alles kunt je vragen aan hem. Er is niks te veel of te weinig. Dat is niet alleen een leerkracht dat hier staat voor zijn vak te geven, maar ook voor de leerlingen zelf in hun privéleven te helpen. En als je verdrietig bent of zo, hij gaat u wel troosten en zo. Als je zo een momentje hebt dat zo wat tegengaat of zo, en het lukt niet zo goed, en je motivatie is zo van. Dat gaat hij zo zeggen, kom aan, nog wat doorbijten of zo. Ja. Hij boost enorm zijn leerlingen in dipmomentjes en zo. Dus sorry, goed, dat blijft mij wel altijd bij dat hij me heeft gezegd dat ik moet doen wat ik graag doe in mijn leven en dat ik er wel kom. Ik ben Sven Arijs. Ik ben praktijkleerkracht hout. Ik doe dat nu mijn 18e schooljaar. Ik zeg altijd, ik ben met mensen hun duurste bezit bezig. Hè. Die geven dat in vertrouwen af aan de school. En wij gaan daar iets mee doen. We gaan die jongens vormen. We gaan die het gevoel geven dat ze graag naar school moeten komen ook. Hè. Want ze zitten hier lang. Ik zie leerlingen soms meer, denk ik, dan dat ouders hen zien op een dag. Ik weet daar ook heel veel van. Ik kom soms dingen te weten, denk ik, dat ze misschien thuis nog niet weten. Omdat ze dingen delen. Hè. En dan, ja, het zijn jongeren die, ja, goed begeleid moeten worden. Lukt het niet? Dan moeten we die tape ook. We gaan proberen. Want hij kan zo moe dat zijn als iedereen aan het werken is. Dan kan hij zo wel zo een keer over het gebied kijken, zeg maar. En dan zie je, als je naar u aan het kijken is en je ziet, en hij ziet dat het niet gaat of zo, dan komt hij wel bij u zo. Hij toch altijd gezien zo. Het is niet alleen school, hè. Elke leerling heeft een rugzakje. Dat is niet altijd gemakkelijk als die belgas morgens om 8:20 om dat uit te schakelen en hier de perfecte leerling te zijn. Ik heb ook mijn boterhammen al eens aan een leerling gegeven, hoor. Omdat ik merk van, er is toch niet veel, die leerling heeft niet veel op overschot. Of krijgt weinig affectie. En gevoelt dat ze dan bij u die figuur komen zoeken. Ze zien u soms als een vaderfiguur. Hè. Leerlingen die blijven hangen. De bel gaat, iedereen gaat buiten. Leerling X blijft over. Om u toch een keer alleen te kunnen aanspreken over iets, kan ik met u een keer praten. Ja, dat is teken dat er vertrouwen is, maar ze het ook nodig hebben. Ja, een beetje vaderfiguur voor mij ook. De Sven is een beetje de lijm van ons eigenlijk. Het is niet enkel werk. De gasten zeggen, hij is de OG van de houtbewerking. De original gangster van de houtbewerking. Wat zit in uw vingers nu, hè? Ja. Iemand die dat niet bang is voor zijn emoties te laten zien. En dat maakt u als leerkracht een beetje... Ja, ik denk dat de leerlingen zich dan dichter bij u voelen. Omdat je ook durft laten zien dat je een mens bent. Die laat ook zien van, kijk, wij geven om je, we willen echt ergens naartoe gaan met je. En ik denk dat Sven heel, heel nauw begaan is met al zijn leerlingen. Hoe dicht moeten ze blijven? Goh, ik zeg altijd, ik probeer van u een goede steelman te maken hier. Als mij dat lukt, ben ik heel tevreden. Als het mij niet lukt, hoop ik dat ik van u een goede mens gemaakt heb. En wat ik u gegeven heb, hoop ik altijd dat je ook teruggeeft. Dus ik ben blij dat jij ook zo'n goed idee hebt. Goed, blijf van nadenken, Matteo. Ik hou ervan. Mensen spreken altijd maar over afzakken. Als iemand het niet haalt in het ASO, hij gaat afzakken. En ik vind afzakken zoiets lelijk eigenlijk. Die jongen of meisje, die zakt niet af. Die gaat gewoon terechtkomen in een ander interessegebied. Dat wordt veel te negatief bekeken. En ik merk, wij zelf als school, we zijn daar ook enorm in gegroeid. Collega's dan, onder elkaar. Dat die ook al nu van ons zien dat wij pedagogisch wel ook sterk staan. Dat we niet zomaar gewoon praktijkleerkrachten zijn die daar wat staan te schaven of een plankje te zagen. Die zien ook wat dat hier gebeurt. En je moet zoveel ogen en je oren moeten wijd openstaan. En je moet zoveel gasten tegelijk gaan helpen. Dat wij pedagogisch eerst sterk moeten staan om zo een klas te kunnen runnen. Dus je houdt liefst zo lang mogelijk je dikte. Om zoveel mogelijk draagvlak. Dit is nu hout. Maar als je dat beziet, wat dat iedereen doet met zijn groepen. Elke praktijkleraar op zich is eigenlijk wel prachtig bezig altijd, vind ik. En ik hoop gewoon dat die negatieve perceptie van de maatschappij, als ik het zo mag noemen, eruit gaat om iemand van de arbeidsmarkt te aanzien als iemand, oh, die heeft maar dat diploma. Maar dat is een oh zo belangrijk diploma. Hè? Want het zijn wel die doeners die later bij hen thuis komen werken. We kunnen niet allemaal advocaat worden. Dan zal de balie vol zitten.
maar dan is er niemand meer om bij een advocaat thuis wel zijn ramen te komen plaatsen. Dus we hebben wel die stierman nodig. Ja, dat is eigenlijk perfect. En ik denk dat elke praktijkleerkracht daardoor super is, denk ik.